Hoi, welkom bij een nieuwe video. Ik film nu met mijn Canon G7X, de nieuwe camera. Ik ga vandaag, zoals jullie al bij de titel zien, snelworstel uittesten. Het is van de Action, de L Straightener Brush. Deze kostte 12 euro als het goed is. Ja, bij de Action 12 euro. En ik wou deze zeg maar al heel lang. En ik wou gewoon even kijken, uittesten hoe het is en of het echt werkt. Het ziet er zo uit. En dus ja, ik ga dat testen. Oké, ik doe hem nu open. Eens zien wat erin zit. Ik ben benieuwd. Oké, dat is het. Dit is die. Oh my god. Oh, eens kijk hoe mooi. Dit ziet er zo mooi uit. Oh, wauw. Oh my god. En dit zijn zeg maar die haar... Hoe heet het? Ik weet niet hoe het heet. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Deze. Het is zeg maar, er zijn een paar dikke en dan hier aan de andere kant zijn er van die dunne. Ja, even kijken wat er bij de handleiding staat. Kijken hoe lang die moet opladen. Of zo, ik zeg altijd opladen, maar ik bedoel opwarmen. Oh mijn god, hij ziet er zo leuk uit. Kijk goed dan. Oké, het belangrijkste is, gebruik het apparaat niet met natte handen en laat er geen water op vallen. Dit kan een elektrische schok en letsel veroorzaken. Maar dat wist wel waarschijnlijk met alle andere stijlborstels en krultangen en zo. En niet gebruiken met natte handen of wanneer het apparaat nat is. Oké. Hier staat dus dat... even kijken. Digitale display en voortemperatuurcontrole staat hier. Deze. Deze twee knoppen, de min en de plus, dat is voor knoppen voor het instellen van de temperatuur. Dat gaat dan waarschijnlijk ook hierop staan hoeveel graden het dan wordt. 3 is aan- en uitknop, hier zo, naast die min en plus. 4 koele uiteinden. Oh, dat zijn deze borsteltjes. Deze... Ik weet niet hoe ik het moet noemen. En 360 graden draaibaar netsnoer. Dat is dit. Dus hij kan gewoon meedraaien. Zoals je ziet. Dus ja. Oh. Wow. Oké. Het is ophanglus. Oh, dat is gewoon dit. Dan kan je het ophangen. Maar ik weet niet waarvoor je dat zou gebruiken. Oké. Gebruik. Sluit het apparaat aan. Houd de aan-uitknop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het apparaat begint met opwarming. Oké, ik denk dat we maar kunnen beginnen. En dan laat ik zien of alles gewoon goed werkt. Oké, hij zit erin. Dat is daar. Nou ga ik het aandoen bij de aan-uitknop. Hier zo. En dan 3 seconden ingedrukt houden. Oh, en dan laat hij het al meteen zien. Hij is nu... Oh, hij gaat echt snel. Oké, 50 graden. Ik denk dat ik nou hier moet doen. Bij de min en plus. Oh, nou staat die 180. 175. En als ik plus doe, dan gaat die nog hoger. Ik denk dat ik 175 ga doen. Ja, ik ga 175 graden doen. En dan ga ik wachten totdat die is opgeladen. De temperatuur moet je ongeveer schatten van de dikte van je haar. Dus ik heb 175 gedaan. Ik denk dat het wel genoeg is voor mij. Dus dan gaan we zien of die het werkt. Hij is nu opgeladen, 175 graden.
Dus ik ga hem nu uittesten. Oké, dus ik ga hem nu uittesten. Wow, ik vind, je voelt ook echt meteen de hitte. Zeg maar, vanaf hier voel ik al de hitte. Ik denk dat we maar kunnen beginnen. Zal ik even vasthouden? Ik ga eerst... Oh, zon. Hallo, hallo. Heat protecting doen. Dat doe ik altijd. Dat moet gewoon. Gewoon een beetje verspreiden bij je haar. En ik hoop echt dat die gewoon werkt. Want ik wil dat ding echt al zo lang. Dus ik ga het nu doen. De enige wat ik tot nu toe, wat me nu opvalt, is gewoon de kleur is echt mooi. De display is heel goed. Voor mijn gevoel werkt die nou gewoon oké. Maar we moeten testen als ik mijn haar ga stylen. Dus ik ga mijn haar even in tweeën delen. Nou, daar gaat die. Even kijken of de eerste pluk gaat lukken. Ik ga gewoon net als een normale borstel doen. Wow. Nou, ik zie nog niks. Oh my god, hij doet het al. Oké, dus je moet ongeveer 2 keer doen. Dus als je gewoon een paar keer er langs gaat, dan gaat hij het wel doen. Oké, volgende. Je voelt ook echt dat het zo zwaar is als je op je hoofd doet. Maar dat moet ook, denk ik. I love it! Het werkt al gewoon. Je ziet gewoon al het verschil. En ik ben nog niet eens met de eerste helft klaar gewoon. Wow. Oh my god. Ik ben al tevreden hoor. En het is nog steeds op 175. En het heeft ook gewoon een hele goede handgreep. Dus het valt niet meteen uit je hand. Nou, niet meteen, maar het valt gewoon niet uit je hand. En het is ook niet eens zo heet om dan je haar zo vast te pakken. Kijk, ik kan het echt gewoon heel lang zo houden en er gebeurt niks. Dat is echt cool. Dus het kan je soort van als een borstel, maar ook een stel gewoon 2-in-1 gebruiken. En misschien dus zo een beetje. Maar ik denk dat ik dan... Want ik denk dat ik, als ik voor mijn hele haar bezig ga zijn, dat het dan misschien, hoe lang zal het misschien duren? 10 minuutjes? 6 of zo? 6 à 10 minuten denk ik. Oké, ik ga gewoon verder en ik ga het dan even snel laten afspoelen. Ik bedoel snel, ja, timelapse. Maar zo siliconen en dan voel je wel dat een beetje je haar, dat een beetje aan je haar zit gewoon, maar het doet geen pijn. Je ziet nou al het verschil. Wauw. Oké, de andere kant gaat nu. Kijken of die ook weer hetzelfde gaat lukken. Bij de eerste pluk, de eerste keer misschien niet, oh misschien wel een beetje, maar als je vaker zeg maar langs je haar gaat, dan zie je wel, dan merk je wel verschil. En ik vind hem nou wel goed. Jullie moeten ook waarschijnlijk het verschil zien. Want ik zie het echt 100% gewoon goed. En ik ben er echt tevreden mee. En ik ga het sowieso vaker gebruiken. Voor als ik gewoon even heel snel mijn haar wil stylen. Want ja, het is echt heel handig. Ik dacht misschien langer, maar hoeveel minuten ben ik nou al bezig? Ik denk dus 5 minuten. Niet eens. Niet eens 5 minuten. 3 minuten. Drie minuten. Dus ik denk dat ik met 5 minuten al klaar ben. En het geeft een soort van glans of zo.
Oké, kijk. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik dacht ook dat, ja, niet, ik dacht niet dat het helemaal niet zou werken, maar ik dacht gewoon, oh, het gaat wel werken, maar dan is de kwaliteit niet echt zo goed. Maar het is echt heel goed. Ik raad echt aan. Echt heel handig en ook gewoon, het neemt niet eens zoveel ruimte in, misschien in je koffer als je het wil meenemen op vakantie of zo. Ja. En wat er ook in het boekje stond is, je mag het niet meteen inpakken, dus je moet even echt helemaal laten afkoelen tot die gewoon niet meer warm is. En ja, then you are good to go. Ik kijk nou niet in de camera, omdat ik zeg maar, ik heb een spiegel daar, dus ik moet kijken hoe ik het dan doe. En anders is het raar als ik boven mijn camera kijk. Geeft ook niet eens meteen zo'n statisch gevoel, zeg maar. Het maakt mijn haar ook niet statisch. Het is ook niet eens zo zwaar, gewoon dit om het zo, zeg maar, vast te houden. Nou, ik geef gewoon heel veel plussen voor dit. Ik weet niet wat voor minpunt ik heb. Heb ik een minpunt? Misschien wel. Maar het is niet zo erg. Maar laat even van de achterkant zien. Dus, dit is het eindresultaat. Ik denk wel dat ik klaar ben, toch? Voortaan ga ik dit gewoon echt gebruiken. Want mijn haar, als ik met gewoon een normale steltang mijn haar wil stylen, is mijn haar erna wel heet. Maar met deze kan ik gewoon heel makkelijk door mijn haar. Dus dat is echt fijn. Dan, want altijd verbrand ik me, zeg maar, als mijn haar zo heet is of zo. Maar nou, ja, het is gewoon zoveel handiger of zo. Maar wat de minpunt is. Oh, zo mooi. De minpunt is denk ik wel deze siliconen dingetjes. Want je voelt dat het zeg maar een soort van je haar trekt. En ja, dat doet wel een beetje pijn. Maar als je zeg maar niet te hard drukt, dan, ja, dan lukt het wel gewoon. Maar dat is misschien de enigste minpunt die ik heb. En hij staat nog steeds op de graad, hoeveel het nog zeg maar staat. 175 graden. Dus ik ga hem nu uitdoen. En dan is hij meteen uit. Ik voel nog wel de hitte, maar dat hoort natuurlijk. En dan moet ik het helemaal laten afkoelen totdat hij gewoon afgekoeld is. Dus ik leg het hier. En dat is het dan. Dit is het eindresultaat. Ik vind het echt zo mooi. Wat vind jij ervan? Ja, hè? Ik ben echt blij. Dus ik heb echt geen spijt van dat ik dit heb gekocht. En het is ook niet eens zo duur. En ja, ik heb heel veel van die merken gezien. Sommige zijn echt boven de 100 euro of zo. Maar dit werkt gewoon nog voor gewoon hoe het hoort. En ja, en het is 12 euro, dus... Ja, ik ben er tevreden mee. Toen ik ging beginnen, hoe lang moest ik even wachten? Misschien 2 minuten moest ik ongeveer wachten. Dat valt mee. Dus je stelt gewoon de temperatuur in. En misschien als je het nog iets koeler doet, dat het dan veel sneller is. En zo, hoe heter je het wil, zeg maar, misschien hoe langer het duurt. Maar 175 graden is wel goed voor mij. En als ik misschien iets meer wil... Bijvoorbeeld 180 of zo. Dat zou ook gewoon wel kunnen. Dus ja, ik vind het echt heel fijn. En het heeft zijn werk gedaan.
En ja, hoe lang was ik even bezig? Misschien 10 minuten of zo. Dus dat valt echt mee. Want normaal ben ik met een normale steltang bezig ongeveer 10 minuten of zo. Denk ik. Ja, zoiets. Dus ik ben heel tevreden met dit product. Ik raad het echt aan. Dus de minpunt zei ik al, siliconen dingetjes die je voelt, zeg maar, dat aan je haar trekken. Alles is gewoon goed. Dus dat is eigenlijk. De handleiding ziet er zo uit. Het heeft heel veel talen. Het heeft Engels, Duits, Frans, Nederlands, Tsjechisch, dat is Tsjechisch of zo. En Polski is Pools. Dus ja, dat is heel handig. En dan hier staat ook, zeg maar, met die nummers. En zeg maar wat die nummers zijn. En over opbergen, reinigen en gebruiken. En algemene kenmerken. Dus dit is de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga dat zeker heel vaak gebruiken. Dus ik raad aan, koop het bij de Action voor 12 euro. Ik weet niet of die uitverkocht is. Het kan zo zijn, want ik heb dit een paar weken geleden heb ik dit gekocht. Ja, ik heb het nou eindelijk getest. En ik wou het niet ervoor zeg maar open doen, want ik wou echt een video van maken en uittesten. Dus dat heb ik gedaan. Ik vond het echt een leuke video, zeg maar. Heel leuk idee en zo. En willen jullie misschien meer video's van dit? Laat in de reacties weten. En wie weet kan ik iets anders uittesten. En laat gewoon weten wat je wil dat ik ga uittesten. En ja, dus ik ben er tevreden mee. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Als je het leuk vond, zeker een duimpje omhoog. En deel het met je vrienden. En ik zie jullie in de volgende video. Doei!